Love you. Hallo, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag en... Misschien moet ik eerst even bedenken welke dag het is. Het is vandaag dinsdag en we gaan vanmiddag lekker naar Centerparks. Maar ik moest natuurlijk nog steeds met Dexy naar de dierenarts voor zijn oortje. Want hij had de laatste dagen heel erg last van zijn oortje. Hij was heel erg aan het krabben. En één keer begon hij tijdens het krabben zelfs te piepen. Dus toen dachten we, ja, misschien is het wel iets van oormijt of zo. Maar goed, ik kom dus net met Dexy bij de dierenarts vandaan. Hij maakt zich nog steeds heel erg zorgen over dit allemaal. Want hij vindt de dierenarts echt heel erg eng. Maar hij is heel lief geweest. Ze hebben goed in zijn oortje gekeken. En het blijkt dat hij geen oormijt heeft. Maar dat zijn oortje ontstoken is. En dat zit niet op de oppervlakte, dus dat zie je verder niet. Maar het zit echt helemaal aan de binnenkant. Ze hebben er wat viezigheid uitgehaald met wat staafjes en een zalfje ingedaan. En dat was het dan. En volgende week moeten we nog even op controle om te kijken of het al rustig geworden is. Ik mocht maar liefst weer even €90 afrekenen voor dit zalfje. Dus ik word daar niet heel vrolijk van. Ik kan iedereen die een wens heeft om een hond te nemen. Aan de ene kant kan ik het je aanraden, omdat het natuurlijk gewoon je kameraadje is, je liefje is, je schatje is. Maar met zulke dingen is het gewoon zo duur. En hij heeft al vaker dingetjes gehad. Eigenlijk valt het best mee wat hij heeft gehad. Maar als ik ga uitrekenen wat ik totaal heb uitgegeven aan dit soort dingen, dat is echt niet normaal. En als je eenmaal die hond hebt, dan hou je zoveel van die hond dat je het allemaal gewoon doet. Ja, maar ja, het is gewoon echt a lot. Zo, even een lekker tweede ontbijtje, want we hadden net al een shake op. En nu zitten we heel gezellig hier aan tafel met een broodje. En ik ben er weer. En Yola is er weer! Dat is wel echt heel gezellig. Dit is iets minder. Dat is tussen de verfbakken. Waarom staan die verfbakken eigenlijk op tafel? Want er wordt hier helemaal niks geverfd. We hebben alles klaar gezet om verder te gaan daarmee. Dat heeft echt nut om dat dan vast op tafel te zetten. Ik moet een bijtel hebben, want met dit hele kleine bijteltje schiet het niet op, zoals je ziet. Oh, je moet weer iets hebben. Ja, dat ligt niet aan mij, het ligt aan de bijtel. Yola is er klaar voor. We are under the way. Yeah. Hoe lang zijn we er? Over een half uurtje. Die zitten we hier. Een ratler. Die zitten we hier. Ja. Hey, dit is voor jullie, man. Het is niet echt lopend. Nee, hey, dit is voor jullie. Er zit geen alcohol in. Oh, lekker een alcoholvrij biertje voor mij. Ja. Yeah. Yay. 690. En een biertje. En voor jou een Rolo. Oh. Oh. Voor mij een Rolo. En wat vind je van je kamertje? Leuk. Ja? Tadaa. Waar ga je slapen? Je kan kiezen nog, hè? Boven of onder? Moet ik nog even kijken in de avond. Een bankje. Echt een heel muffig. Ja, hè? Kan je zien? Vies bankje. Dit is een premium, hè? Hey Dex. En dan geeft hij vol gas ook, hè? Wow! Kijk. 1, 2, go! Moet ik juist in de knoop krijgen? What? Wow, hij heeft hem! Nee! Nee, hij had hem! Het regent. Ik ga dit prachtige bed even opmaken. Nou, we hebben het alvast een beetje gezellig gemaakt hier. Lekker knus. Oh. Knuffelen en lekker chillen en straks lekker eten en dan gaan we zwemmen. Op mijn haard gaan we aandoen. Ja, nog niet zo lekker. Ben je al dronken? Nou, ik denk dat ik morgenochtend of zo wel dronken ben. Nee. Jawel. Er zit echt geen alcohol in. Ta-da-da. Wij gaan zo naar het zwemmen. Jullie komen op de vlog. Hey. Lekker koken. Hey. We zitten ook daar met de familie. Wie? Lynn en Daan met Lynn de ouders in Ibiza. Ik
klaar voor. Ja, en Bart ook. Want je moet even zwemmen. Because I am. Vinden jullie, ik heb vandaag een pak aan van... Ja, waar is hij van? Jola, kun jij heel even kijken waar dit pak van is? Want ik denk dat iedereen dat heel graag wil weten. H&M. Oh, H&M. Alleen jullie kunnen hem al lang niet meer kopen, want volgens mij komt hij uit 2000... Ik dacht die pizza, dat zou ik zeggen. 2. Yo, camping life. Oh. Een eekhoorn. Hey, een eekhoorn, joh. Ja. Ja. Zit er nog een, joh? Jo, kijk eens. Waar? Achter die boom. Tussen die twee bomen. Stilstaan. Tussen die twee bomen. Wacht, ja. Ja, nou gaan ze weg. Mama, even wachten. Kijk. Daar gaan ze. Twee. Nou zeg, jullie jagen ze weg. Kijk, bij die boom zitten ze. Je ziet ze nog. Kijk, daar. Er zit een tussenboom. Kijk daar, konijntje, mini konijntje. Hey jongens, hoe gaat het met jullie? Nou, ze zijn al weg. Kijk, daar lopen ze. Hup, hup. Harold heeft de zwarte band van karate. Ik ook. Let eens maar op hier. Oh, joh. Daar zitten we dan. De schatje is weer druk aan het vloggen. Ze zijn de parks. Ik moet nog even gedag zeggen. Oh, ik ben blij dat jullie salam ging doen. Dank jullie wel voor het kijken vandaag naar deze vlog. En tot morgen in dit mooie, subtropische, gezellige, super deluxe Center Parks. Vanuit onze bunker. Ja, het is niet. Aan de buitenkant ziet het er niet super gezellig uit. Maar goed, van binnen is het wel lekker knus met open haartjes. Doei!